more kinds of beauty. And you, my darling girl, are beautiful. Ik heb er helemaal niet aan gedacht. Ik was serieus vergeten dat het vaderdag was vandaag. Oh, echt? Ja. Ja, dankjewel. Wat heb je gevonden voor Jax? Ja, Jax met een gang. Met een... Ja hoor. 75 cent. Bizar, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt in een concert. It's Friday. Ik heb zo'n zin in deze dag. Lekker aan het werk. Jax gaat naar de opvang. Die zit hier. Die ga ik nu wegbrengen. En het fijne voordeel daarvan is... is dat ik even een dagje kan knallen. Zoals jullie weten doe ik dat meestal op de vrijdag. En deze week is dat ook mijn enige werkdag op kantoor. Dus ik heb daar heel veel zin in. Want dan kan ik me echt even focussen. En even loslaten van de family. Hey. Boom! I've got that Friday feeling, I've got that Friday feeling, I've got that Friday feeling, I've got that, Het zou vast niet super gezond zijn, maar dit is dus een soort pita met kaas. Een soort bapauw-achtig iets, maar dan alleen met kaas. En ik eet super laat, want het is alweer 2:30. Working my ass off. De eerste aflevering van Transavia, Gek op Reis, staat online. Je weet wel, diegene waar ik in mocht presenteren en waarom ik 4 dagen met hun op stap was. Ik vind het echt heel erg cool om mezelf echt als een soort presentatrice te zien. Dat was echt de eerste keer voor mij dat ik zoiets heb gedaan. Ik heb geen zin om te stoppen met werken. Ja, ik ben namelijk het allerleukste gedeelte aan het doen. Dat is even naar andere vlogjes en video's kijken. En daar heb ik thuis dus nooit tijd voor. Wat gaat de tijd snel? Alleen naar een klok luisteren die tikt. Jullie vragen je natuurlijk wel heel erg af wat ik ga doen dit weekend. En dat zijn echt wel weer hele leuke dingen. Ik ga namelijk morgen thriften. Oftewel op zoek naar de allerleukste outfits op de Eihallen. En ik ga Yola meenemen en we gaan een challenge doen. Zij mag een outfit voor mij uitzoeken en ik voor haar. En ze mag 10 euro uitgeven en ik voor haar. Ik ga er een apart video van maken. En zondag ga ik met Bart, jawel, met Bart naar Pink. Pink. Leuk. Jol is vandaag met de opa en oma op stap geweest. En kijk eens wat ze heeft. Iets heel erg leuks. Nou, dit is echt heel leuk. Dit is dus de opa en oma van Yola, opa, de vaderskant. Chris, Lia en Yola. In de oud-Hollandse klederdracht. Jaxje heeft op de opvang een kwartier geslapen. Oh, wil je de deur even heel ver open doen alsjeblieft? Het is hier heel heet. Het is hier echt een sauna weer, hè? Ja, vervelend. There they come. Vind je het lekker? Heb je weer geen boodschappen gedaan en dan moet je maar iets bij elkaar rapen. Dus we hebben een kaasding, aardappelpuree, boontjes en... The weekend is here. Je, under the way. Want de Eihallen werd echt helemaal niks vandaag. In het water gevallen, het hele plan. Want het is alleen maar aan het regenen. Het is echt super zielig voor iedereen die daar staat. Maar wij gaan morgenochtend. Dus die hebben jullie nog te goed. Wordt het dan wel lekker weer? Ja, morgen wordt het nou lekker. In ieder geval droog. En wij gaan nu even lekker de week boodschappen doen op de zaterdag. Zoals elk gemiddeld gendo gezin. Maar wel gezellig. Nou, wij kunnen de boodschappen vandaag betalen met statiegeld, denk ik. Hé, biertje. Ik wil ze echt zien hoe jij dit gaat vervoeren. Hierachter of kan er nog één? Huh? Daarachter. Jezus. Gaat dat? Die wat bewaard die heeft. Ze hebben de laatste tijd van de Albert Heijn echt veel van die bio... verschillende soorten potjes en Jax lust alles, dus die neem ik even mee, een paar voor hem. Girls are making a modeshow. Oké,
Thema flare jeans. Oké, okay. Een thema. Oké. Okay. Zo, cameramensen. Nee. Niet poep op mijn moeders kamer. We verzamelen zo op de gang. We gaan beginnen. Wij kunnen zeg maar niet kiezen wie het beste heeft. Bart heeft die bal vanaf de bank. Oh, hij is open. Nee. Je wilde hem zo graag. Nee, dit wilde ik zo graag. Oh man, die balletjes, die wilde ik zo graag voelen. Nee. Ja, ik wil dit. Oh nee. Oh. Oh nee. Dit wil je doen. Dit moet echt. Wacht even. Ja, je hebt me niet goed in beeld. Oh nee. Heel ranzig, maar leuk. Hé, maar ik dacht ook echt dat er ervoor. Spul tussen Deze zat. Deze hand weg. Hier mag Jax niet bij komen, hoor. Nee. Gooi je geen kijk. Het heeft gewoon zo moeten zijn, hè. Dat ik hem... Oh, Bart, wat heb je gedaan? Ik ga even thee maken. We zijn Tony Robbins aan het kijken. Wie kent hem niet? Of wie kent hem wel? Kan je ook zeggen. Hè? Het is een soort... Hij noemt zichzelf geen guru. Maar het is wel zo iemand die echt, zeg maar, oh hoi, met gesprekken met mensen hun overtuigd van hoe ze dingen kunnen aanpakken. Dat de problemen geen problemen zijn, zeg maar. Ik vind het wel leuk. Lekker. Ja, het is weer eens wat anders dan zo'n saaie film of zo. Zo, een hele goede morgen. Jut en Jol zijn al wakker. En Jack zo. Gaat goed daar. Want het is vaderdag. Dus we gaan een ontbijtje maken. Een ontbijtje op bed. Extra vroeg, want we willen zo weg. Dus dan moet het gefixt zijn. Lekker staan. 1, 2. Even mooie tekeningen maken. Je hebt echt een hele mooie tekening gemaakt voor papa, hoor. Kijk als verschil. Het is heel lief van jou, Jax. So, we're ready, man. Wat zo. Nou? Had je vast niet verwacht, nee, hè? Nee, had ik echt serieus helemaal niet aan gedacht. Ik was serieus vergeten dat het vaderdag was vandaag. Oh, echt? Ja. Is het oh. Ja. Ja. Kijk, we staan met het boekenzand. En toch wel nieuwsgierig. Papa, ik vind jou lief. Dankjewel. Echt zo van, wat is dat? Bart in de ochtend. Oh. En lijkt het een beetje. Ja. Lijkt perfect. Kijk, dit is nou echt een hele goede tip. Nu al een goede tip voor op de eihallen. Neem je baby mee. Want dan heb je gewoon een mega grote wagen om te vullen. We zijn ook super vroeg. Het is 9:30. Dus een mooie tijd om te kijken of we de leukste dingen even weg kunnen kijken. Nou ja, er zijn best wel veel mensen. Ja, het is wel al heel druk, ja, inderdaad. Dus we moeten een beetje voortmaken, denk ik. Leuk, hè? Ja. Nou, dankjewel. Dankjewel. Oké, zullen we weer omdraaien? Omdraaien? Ja. He's sleeping like a baby. Jola is lekker aan het zoeken. We hebben de hele wagen al vol liggen.
echt het ideale brilletje gevonden voor Jax. Kijk, Jax met een gangster. Met een gangster pet. Hij vindt het nu al helemaal gangster, hè? En blijft lekker zitten. Hij is een beetje moe, dus hij vindt het allemaal prima. Oh, hij slaapt weer. Heel benieuwd wat jij voor mij hebt gekocht. En we hebben ook dingetjes voor Jax. Zeg maar wel echt een short Jamila outfit. Ik ben heel erg benieuwd. En we gaan alles even showen. Hoe dan? In een broek, jurk, truitje, topjes. Ja, heel veel dingen voor de vakantie. Broekje, broek. Ja, allerlei dingetjes voor Jax. Maar echt een heel leuk pakje voor Jax. Oké. Okay. Ik heb dit voor mama, maar je ziet het nog niet. Ik heb ook schoenen erbij gedaan. Ik ga nu mijn nek zetten. Oh ja, daar ben je heel blij mee, hè? Ja, heel blij. Deze. Jola is altijd fan van sportkleding. Deze. Bananensmel. We kunnen hier onze hele eigen stand wel zowat beginnen. Ja. Kwartet. Paarden. Dit topje. Ik heb een hele leuke van die verticale hiervan. En ik heb nu ook horizontaal. Waar is Wally? Wally? Ofzo? Wacht, ik ga even dit in mijn. Natuurlijk vaderdag vandaag. Dus we zijn al aan ons vaderdag rondje begonnen. Papa nummer 1, de papa van Bart. Yes. En daarna papa nummer 2, en dat is eigenlijk ook de papa van Bart, maar dan de aangetrouwde. Yep. Ja. En betreft mijn vaders, ja, en dan hebben we natuurlijk de papa van Jola ook 2. Die. Ja, en de bio ook nog. Ja, daar dan hoeven we niet langs. Die is in Colombia. Die is nog in Colombia. Papa, papa, Jax. En mochten jullie afvragen hoe het zit met mijn vaders. Nou, daar heb ik volgens mij vorig jaar een hele vaderdag video over geüpload. Die zal ik hierboven in het ietsje even zetten als je dat leuk vindt om terug te zien. Dan kun je dat zien. En daar vertel ik dus hoe het zit met mijn vaders. En ja, misschien weten jullie het ook wel van de Draw My Life video. Dus daar hoeven we niet heen in ieder geval. Ja, schaapje. Schaap, ja. Map. Een map. Noem jij dat een map? Nee. Oh, map en schaap. Een map. Wat is dat? Oh, papa. Ja? Boerenland, ja. We gaan even zwaaien. Ja. Op naar de volgende. Van de ene markt in de andere markt. Nou, kijk wel, moest. Ja. Niemand wil dit kopen. Erg, hè? Nou, die kleine babykleertjes ook, hoor. Die broekje, ja, twee broekjes zijn er verkocht. Ah, oh ja? En jouw groep was. Ja. Helaas voor 75 cent. Ja hoor. 75 cent? Ja. Nou, wat erg. Het is gewoon een slim fit Hugo Boss. Hey.
kind sport niet. Ja, mijn kind sport niet. Opa nummer 2. Kom maar een hapje nemen. Ja, lekker. Oh. Jawel, we zijn onderweg naar Pink. Pink, Pink. Bart zei, Dies, wat zou ik aandoen naar Pink? Toen zei ik... Pinks. Iets pinks. En ik heb zelf dit jasje aan, wat ik vandaag op de Eihal heb gekocht. Dus, maar we gaan nu even ergens parkeren. En dan gaan we richting de Johan Cruijff Arena. Of noem je dat nog Arena? Twee vitaaltjes en een patatje. Ben ik weer. We zijn bij de parkeerplaats. Bart rijdt de auto er even uit. Ik durf de vlogcamera er weer bij te pakken. Ik had echt voor het eerst sinds lange, lange, lange tijd dat ik me een beetje awkward voelde om te gaan vloggen in het bijzijn van heel veel mensen. Er liepen natuurlijk super veel mensen op straat. Ik zit weer veilig in de auto. Maar ja, ik vond het dus best wel een beetje vreemd om net te vloggen tussen alle mensen door. Want ik had een beetje het gevoel dat mensen het toch een beetje apart vinden. Opeens weer, terwijl ik het vaak op straat doe, vloggen. Maar tussen de menigte op een concert wekte wat reacties op. Sorry, om ons heen. Ik vind mensen tegen... Nou, ik vond, als ik heel eerlijk ben, vond ik de mensen echt heel asociaal. Om ons heen. Ja, we waren zeg maar halverwege gaan staan een beetje. En ja, je staat altijd wel voor iemand. En niemand vond dat leuk. Ja, snap ik. Ik vind het ook niet leuk dat er iemand voor me in staat. Maar ja, je staat daar met z'n allen. Ik zei al tegen Bart, eigenlijk moet je gewoon een soort kaartje kunnen kopen. Dat je je eigen plek
in het stadion koopt. Ja, met weet een wel? Hekje eromheen. C nummer 33. En lange mensen allemaal achteraan. Ja, vooraan. Kleine, ja, daar moet je op eerst worden. Zal ik even uitleggen wat ik bedoel? Kijk, ik zeg natuurlijk niet dat iedereen aan zou zijn. Maar dan kunnen we niet naast elkaar staan. Dat nee, is ja, ook dat jammer. Is dan, maar dan hebben we in ieder geval iedereen gepleased. Ja, je kan nooit iedereen pleasen. En ik snap het ook wel. Ik snap ook wel dat als ik precies voor iemand ga staan. En bijvoorbeeld diegene is met een groepje vrienden. En ik ga daar net tussenin staan. Dan snap ik ook wel dat je het vervelend vindt. Maar ja, gewoon praten, toch? Talk! Tell ja, your problem. Gewoon, je kan gewoon aardig vragen. Kunt u een stukje opzij gaan? Want zou ik u bent lang. Ja. Dus lieve mensen, als maar jullie verder, kijken naar mijn vlog was het heel gezellig. En jullie hebben zulk gedrag op concerten, be kind, be lief to each other. En ja. That's all the message I want to tell, want ik wil even wat vertellen over de show. Wat vet! Okay, voor mij was het misschien nog iets vetter dan voor Bart, want het is gewoon jeugdsentiment, al die nummers. Nou ja, jeugd. Ik ken ook al die nummers wel en ik vind het heel vet hoor. De teksten zijn ook allemaal goed, alleen... Ja, ik heb er minder mee dan jij. Ja, ik vind veel het gewoon... minder dan de rest. En oh, dat stukje dat ze door de zaal ging. Dat vond ik echt, al heel vet. Echt bizar. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt op een concert. Heel vet systeem. Heel vet. Ik wil dat ook doen. Gaat nooit gewoon gebeuren, dus. Nee, gewoon van genieten. Ja, oké. Okay. Maar dat was onze verslag. Bij iedereen kwam ze dus langs. Door de ja, ze kwam echt door. Over je heen. Gewoon. Over je heen. Oké. Okay. Dat klinkt leuk. Oké. Okay. Dat klinkt leuk.